Het controleren en repareren. Juist, in dit geval een beetje spaken aantrekken. Ja, dat moet je na elke tocht doen? Nou, nee, dit is een nieuw wieltje. En moet ik even natrekken. Het zijn maar 18 spaken. Dus die krijgen dan behoorlijk voor een broek. En ik moet hem nou gewoon eventjes natrekken. Dirk is zijn route aan het bespreken, of aan het bekijken. Nog wat kolletjes? Geen kolletjes, wel veel kilometers. Dus eerst van de proloogroute van Duinkerken naar Duinkerken. En dan nog eens van Saint-Omer naar Boulogne-sur-Mer. Dan gaan we ook maar fietsen van Duinkerken naar Saint-Omer. Om een beetje extra kilometers, een beetje reservekilometers te maken. Maar dat worden er dus 8,2 en 200. Worden 220 of 230 kilometer of zo. Dat is wel, wel lekker. Vulkaan. Nou ja, dat bedoel ik. Het moment van de start is enigszins aangebroken. Dirk staat nog met wat hoogwaardigheidsbekleders te praten. En dan gaat hij zo direct op de fiets en zal het gaan gebeuren. Worden de handjes geschud? Klikt in. Nou, gaan. Een start wordt hier opnieuw gemaakt. Pers erbij. Wat omstanders. Nog steeds Duinkerken. Even krijgsraad gehouden waar we elkaar weer zouden ontmoeten. Vervolgens met de wagen ook de route te gaan rijden. Tweede start, derde start alweer, tabé. Kleine pauze, camera loopt en daar zit Dirk. En wat eet hij? Pasta. Een eenvoudige middagmaal voor Dirk. Dirk, viel het een beetje mee vandaag? Ja, het ging lekker. Nu iets van 100 kilometer gefietst. En die borden spaghetti moet ik straks nog 140 geloof ik. Ah, ja, gaat lekker. Nog een beetje bergjes of viel het ook allemaal nog mee? Ik had redelijk, vooral op een gegeven moment een berg toen ik eventjes bij een deviation werd van het kanaal weggestuurd. Toen kreeg ik nog een half berg, een gigantisch mooi weggetje moet ik zeggen. Echt heel mooi. En naderhand, ja, dat was een beetje glooiend, maar ook niet echt super bergen. Dus vanmiddag ga ik maar eens de fiets met Kuip pakken. Want nog 140 kilometer, het is al 2 uur geloof ik. Dus ja. Een beetje doorgereden worden. Behulpzaam zijn, maar er ook eigenlijk geen s'nachts verstand van hebben. Dus het blijkt dat ook Dirk dat zelf moet doen. Waar zitten die trappers aan? Waar is je neus? De fiets wordt klaargemaakt. Dirk verwacht verder toch weinig geaccidenteerd terrein. Dus hij gaat zijn stroomlijnkap eromheen zetten. Fabriek de bicyclette. Bijna klaar voor vertrek. Wordt een latertje vandaag. Even het monteren van de telefoon, zodat er als er wat is contact gemaakt kan worden.
Derek stapt in. Ondertussen alweer 3:15, dat wordt een latertje. In zijn stroomlijn. Het is ondertussen 7:15. Er stijgen al heerlijke dampen uit de wagen op. En wij zijn in afwachting van Derek Thijs. En als laatste moet hij nog eventjes dit heuveltje nemen. En dan is hij hier in de pauze. Althans, de laatste pauze voor vandaag is hij aanwezig. Boulogne-sur-Mer. Ik had het net over heerlijke dampen. Kees, wat wordt het? Boulogne. We zijn gisteren hier om 10:00 terechtgekomen. 7:55. Je liegt. Ja, 7:55. Heel goed. Derek, hoe was het gisteren? Want ik stond backstage klaar. Toen werd het opeens te donker, want het ging regenen. Ja, het werd behoorlijk nat. Nou, het ging wel lekker. Alleen, we zijn laat begonnen door de Franse pers, die met zulke getalen, met al die cameramensen, ons 's ochtends aardig in tegenhield. De laatste etappe was dus, dat waren behoorlijk meer kilometers dan gedacht. Want het bleek er nog bijna 90 kilometer heb ik gereden. En dat ging ook nog even verschrikkelijk de berg in. En toen heb ik al even een behoorlijk wegzakkertje gehad. Maagkrampen. Spaghetti-krampen? Opgeblazen pens. Ik denk wat te zwaar aangemaakt energiedrank. En ik had weinig water bij, dus ik moest nog een kroeg in om water te halen. Maar de Fransen, vriendelijk als altijd, krijg je netjes mineraalwater en je hoeft er niet voor te betalen. Want mijn geld was ik ook weer vergeten natuurlijk. Dus eigenlijk ben je heel goed voorbereid steeds op stap? Ontzettend. Want ik moest weer door de bergen om Boulogne-sur-Mer heen. En dat was wel eventjes pittig qua stijgen, maar gigantisch mooie weggetjes. En het bleef maar duren en het bleef maar duren. Steeds was het weer verder en verder. Dus uiteindelijk ben ik geloof ik om 9:15 pas afgestapt. Ja, die regen was eigenlijk best wel lekker, want het was behoorlijk een beetje oververhit. Maar dat stijgen met het kuipje, dan raak je hitte een beetje moeilijk kwijt. Dus die regen was eigenlijk gewoon lekker. Het is wel een Frans ontbijt, hè, wat je nu krijgt. Ja, dat gaat er wel in. Met nu nog Hollandse honing, maar straks komt er pot Franse honing. Ja, miel. Miel, ja precies. Smakelijk. Dankjewel. 9:15, Derek is zijn fiets in gereedheid aan het brengen. Toch de stroomlijn, er is ook weinig wind. De bomen bewegen wel iets, maar dat valt wel mee. Kleine verbuiging. Het wordt weer teruggebogen. Derek weet hoe het in elkaar steekt. Vrijdag, 9:10. Derek trekt zijn fiets aan. Lekker zo'n nachtstoeltje. Ja, dat komt goed. Oké, guys, see you later. Daar gaat hij weer. Volgende tour, stop is Antwerpen, maar we zien elkaar onderweg nog ergens, hopen we. Klinkt niet goed. Daar gaat hij. Verlaat de camping en wij ook zo. Vertel eens. Nou, lekker gereden vanochtend, windje mee met het kuipje. En met een gemiddelde van 35 nog iets hier naartoe gereden. En het was wel een beetje slecht. Ja, het was toch een dik 80 kilometer, bijna 83 kilometer van Calais hier naartoe. Dus we zijn alweer bijna op de helft voor vandaag. Nou, lekker, dat is lekker. Ga ik nu lekker aanvallen. Ja, lekker eten. Calorieën. Wat krijgt Dirk zo? Nou, ik dacht een soepje van witlof. Een witlofsoepje. Ja, dit is lang leven de PTT, hè? Lang leven Connection en prepaid. Een grote kanker. En jij, heb jij ook nog een telefoon in je hand? Ja, toch zeker hoop ik. Ja, ik ben er eigenlijk wel content mee. Dus ja. Oh, content. Dat een nieuwe provider is dat? Ja. Provider content. Nou, Derek, We hebben nieuwe telefoontjes aangeschaft, nieuwe laptops en niks doet het. Nou, dat is niet waar. Die laptop die doet het. Ja, die laptop doet het. Je kan alleen niet mee het internet. Ja, nee, dat is waar. En met die telefoon kan je ook bellen, alleen niet elkaar. Maar ja, goed. Gelukkig zien we elkaar regelmatig. Dat is wel lekker. Goed. Dus we gaan weer met rooksignalen, met tamtam werken. Lijkt me het beste. Blij dat ik mijn aandelen PTT al verkocht heb. Hoewel, die heb ik geloof ik eigenlijk nooit gehad. 12:40. De route wordt nog even doorgenomen. En Derek die piept hem erin zo direct. Hij trekt zijn fiets aan. Kan niet dan.
op naar Kruipuit. Goed, see you later. Bye. Bon voyage. Vanaf. 60 kilometer. Dirk is nu in Kruipuit in België. De tweede tussenstop van vandaag. Wederom heeft hij 35 kilometer gefietst. Heb jij nu verbinding? Nog niet. Maar theoretisch wel dus. De check is langs rennen. Geld? Telefoon. Geld. Oh ja, geld zit in mijn... Kijk, de oude fiets. Die ligt daar. En daar zit nog zijn reisgeld. Hebben jullie al afgesproken waar je elkaar weer ziet? Ja, van Zwijndrecht. Dus dat Zwijndrecht was net voor Antwerpen? Ja. Dat is waar de boer naar zijn Zwijndrecht. Waarom geen stroomlijn? Het was zo hobbelig met die slechte wegen hier. Een hoop herrie aan je hoofd en onrustig rijden met die wind. Ik heb ja. Een winkel mee, dus kan ik hier ook even mee doorrijden. Oké. Okay. Moet even hier echt doen. Maar dat wel lastig zien. Zult dat in Antwerpen? Dat is zo de Tour de France. De Tour de France 3500 kilometer. Maar wat te snelheid. Fiets alweer op het dak. Dirk bindt hem van beneden vast. En dan is het op verder naar de camping. We zitten nu de laatste stuk van de etappe. De finish van vandaag. Vrijdag. En even voorbij Antwerpen gaan we op de camping, zodat hij morgen weer ter plekke is. Ik ben heel erg gelukkig. Wat is er gebeurd? We hebben zojuist bericht gekregen dat we verslagen op internet staan. Want daar gaat het eigenlijk allemaal maar om, hè? Ja, dat ging anders als hij... Mijn broertje heeft het gedaan, hè? Ja, dat, hoe heet hij? Mark. Mark. Ja, die heeft van elkaar gekregen. En wat staat erop? Iets over Dirk? Van de eerste dagen, alles over Dirkse tour. Oh, het gaat en, over... En foto's. Foto's ook nog. Ja. Hartstikke mooi. Dirk, ben je tevreden over vandaag? Ja, het ging lekker vandaag. Een beetje gingen voor de wind, letterlijk. En aardig wat kilometers toch weer. 235 of 33 met nou even kwijt. En ging goed. En ik ben redelijk fris afgestapt, dus we gaan morgen weer heel hard tegenaan. We staan vandaag bij een jeugdherberg, dat is ook wel even het vermelden waard. Dirk alweer aan de gang om zijn fiets gereed te maken voor de volgende tour. Wederom. Prachtvol weer, dus het gaat ontzettend lekker fietsen worden vandaag. Geen wind, maar ook geen stroomlijn, begrijp ik. Nee, geen stroomlijn, want we gaan straks een beetje bergop. Ik heb de stroomlijn even gehad. Dirk is brandstof aan het innemen, aan het tanken. Kees vertelt slappe verhalen. Dennis maakt zich klaar om een route te maken die er onderdoor gaat. Dus dat is allemaal wel duidelijk. Zeven als Dennis noemen, hè? Ja, een beetje uitgezet. Maar kijk eens even hoe energievol hij er op zijn fiets stapt. Dirk, succes hè? Je weet welke kant je op moet. Kijk, en het team is nu ook in volle. Ja, op deze manier heb ik ze net gegeven 2. Hartstikke leuk hoor. De medewerkers zijn fantastisch. Ja, daar hebben ze hoor. Nou, meer Jut dan. Goed, ik zal maar inzoomen op de vuilnisbak. Dat is in ieder geval nog iets om naar te kijken. Ook alweer waar we nu zitten? Bij Sanje. Wat staat er op die vlag? Op die vlag. Ik zal even kijken. Roken wordt. Bij Sanje. Daar zitten we dus. En in afwachting van Dirk. Die daar zal moeten aankomen. De caravan. En Dirk komt dus van achter mij, zou die te verwachten zijn. Om deze tijd ongeveer. Een mooi rustiek dorpje. In de buurt van Hasselt, ten zuiden. En we gaan naar Luik. De eindbestemming is Luik. We gaan even kijken of we Dirk eraan zien komen. Aan kop van de file,
Stalpartij. Ja, dankzij de Belgische straatmaker. Ah. Je moet een tunneltje door en dan moet je alle bochten links maken. En ligt daar zo'n gootje precies dat je er ook nog net op moet. En die 3 centimeter hoogte in dat gootje, dat red je natuurlijk nooit. Nee, zeker niet in een bocht. Ik heb geen liggen, maar ik ging niet zwaar, 20, 25. Oh. De blok is net heel gebleven, geloof ik. Ja. En de linkerbil is wat pijnlijk en wat geschaafd. En dan kan je ook maar een wondje op mijn hand, dus dat mag allemaal geen naam hebben. Dus we gaan vrolijk door. Dus daar praten we verder niet meer over. Nee. En de rest van de tocht? Nou, kort daarna de klapband achter. Dus de achterband was beschadigd door die, Valpartij. Ja. Dus maar verder ging het hartstikke lekker. Ik vond het hier heel mooi. Mooi. Dan is het een beetje klimmen en mooie omgeving. Kijk, die jongens fietsen hier ook niet voor niks. Het is nee, gewoon leuk, gewoon mooi fietsen. Het is een mooie omgeving. Het zijn allemaal fietsroutes ook hier in de omgeving. Ja. Goed. Is goed. Toch voor de zekerheid een iets steviger wiel. Dit was het gevolg van de valpartij. Inmiddels geplakt met een plakkertje erachter. Dus zo heb ik nog weer 30 kilometer kunnen rijden. Maar bergaf vind ik dat nou niet echt het lekkerste wat er is. Nee, we houden het dus op een nieuw bandje. Juist. Bidonhouder beschadigd. Dat is wel jammer. Hij past er nog wel in of... Hij past er nog net in. Ik moest hem een beetje goed terugbuigen. Voor 5:30. Dirk gearriveerd. Fiets gaat op het dak. Er zitten haakjes. Kijk, dit is het ergste. 600 kilometer ongeveer gereden nu volgens mij met deze kabel. Ja, maar het kan nog wel. Het kan nog wel, maar ja, dan krijg je hem vroeg of laat. Ja, kan je hem voor je kiezen. Dus hij gaat eraf. Hoe was het laatste traject? Ja, het was heuvelig, maar het ging toch lekker. Maar het was best, het is een rondje rondom Luiken in die bergen. En er zaten toch een pittige klimmen in. Van, mijn snelheid, ik zakte af en toe terug, zelfs naar 6, 7 kilometer per uur. Dus het ging behoorlijk omhoog. Maar het was goed te doen. Licht verzetje en rustig door trappen. Dus ik heb opgelet dat ik met mijn hartslag niet boven de 125 of 130 kwam. En als je dat doet, dan kan je het redelijk, kan je het lekker lang volhouden. Maar goed, de snelheid gaat er wel uit in die bergen. Dus ik zal straks... En je spieren groeien nou toch wel een beetje. Dus straks als het echt de bergen ingaat, dan ga ik het toch behoorlijk zwaar krijgen. Ja, maar dat... Goed. Dat wist je wel, denk dat, ik. Dat was al bekend. Dus dan wordt het vroeg beginnen. En laat eindigen. Ja, ook op het dak. Klaar om naar de camping te gaan bij Wie in de buurt. Zondag. Bijna 7:30. We zitten in Wie. In Frankrijk. En daar is de wereldontvanger van stal gehaald. Want we moeten natuurlijk op de hoogte blijven van... Het weer in Den Haag en zo. Is er al nieuws? Geen nieuws. En kijk eens wie daar geheel fris en gelijk een hoentje aankomt. Het hoentje. Misschien nog even die kant op. Maar Dirk, was oké vandaag? Ja, is lekker. Ik ben net met boterham 7, 8 en 9 bezig. Het is nog maar 7:15, dus het gaat ligt op schema. Hoe laat schema op de fiets te gaan? Nou, als het zo doorgaat, dan ben ik er misschien om nu of achter wel op de fiets. See you later. Zeg, maak er wat van. Ik krijg niet de kaas niet weg, zie je dat? Ja. 12:15. De eerste stop in Halma. En daar zou hij zo direct omhoog moeten roeien. Maar na het telefonisch consult bleek Dirk toch over deze weg te moeten komen. En in afwachting daarvan staan we hier. Maar het is een behoorlijk hellinkje, dus het kan best even duren. 12:06. Komt hij aan. Mijn duimen. Ja, je hebt hier daar wel een buitje gehad, hè, Dirk? Man, zeiknat. Echt normaal. Ja, leuk is anders dan met die regen. Maar we hebben hem nu voorlopig even uitgezet. Ja. De regen.
Inderdaad, en ja, de kilometers tikken gewoon door, dus we zitten er alweer 75 op, dus dat is natuurlijk toch lekker. Ja, dat was een behoorlijk traject, hè, wat je nu hebt gemaakt. Ja, dat is een behoorlijk traject, ja. Dus hang hem die jas even om. En, inderdaad, in het, al met die eerste helling, hè, meteen mijn regenpak uit, want het is natuurlijk veel te warm. Ja. En dan kwam ik bijna niet weg, vanwege doorslepend achterwiel. Zo stijl? Nee, dus zo vaak is het dus vaker geweest, zo stijl, dat je moet bijna lucht aflaten uit je achterband. Weer, spikes hè, moet je hebben, kleine spijkertjes erin. Ja, dat is waarschijnlijk ook, ja, ik kan niet zeggen dat het lang niet heeft geregend, maar die zou daar zeker de vettigheid op de weg ligt. Maar je moet gewoon heel rustig aanzetten, anders sloeg je door. Ja, je kan niet een aanloopje nemen en dan erop springen, hè? Dat kan niet met dit soort fietsen. Nee, dat helaas, dat gaat niet. Maar alles goed gegaan technisch? Ja, verder ging het allemaal goed. Dus je kon toch die berg allemaal redelijk lekker opkomen met, hoe heet het? Niet boven de hartslag 130 geweest of zo. En meestal zelfs 115 of 120, dit laatste stukje. Dus dan, ja, dan blijf je toch lekker fris, hopelijk. Zodat je straks ook nog kan. Oké. Okay. Beetje verbogen. Even een beetje opleuken dat het weer netjes werkt. Oh ja, laat ik het zien. Dit is helemaal dit blaadje af. Ja, La cuisine, oh ja. Voilà. Oh, moet even een streepje bij zetten. Oh, la cuisine. Ja, bij mijn geheugen jongen, dat is ramp. Korsakoff of Alzheimer, wat denk je? De combinatie van die twee. Aha. En gewoon... Te veel inspanning, hè, lichamelijk, dan laat de geest het afweten. Ja, en hoe heet het? En gewoon ouderdom. En Alzheimer, Korsakoff. Delirium kan het op dit moment niet weten. Hey Dirk, dat is wel zo makkelijk, want met paas kan je dan gewoon zelf je eitjes verstoppen. Maar je weet toch niet meer waar ze liggen. Oh ja, 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 ja. Goed, hè? Hey. Zo. Dat is steil omhoog. Zit alweer een kwartier, is die ongeveer binnen. Nu even de persoonlijke eiwitten, koolhydraten en dergelijke worden aangevuld. Nog bijzonderheden deze tocht, Dirk? Veel nattigheid. Nou, dit laatste etappe gelukkig wat minder. De laatste 2 kilometer was de weg zowaar droog, voor het eerst vandaag. En ja, verder op zich helemaal mooie route. Jammer dat het zo slecht weer is, anders zou je er echt van zou je er haast van genieten. Ja, precies. Fantastisch. Daar gaat hij, ver weg. Om het landschap te verfraaien. Gaat hij daar rechtdoor of komt hij deze kant op? Dat is de vraag. Rechte weg, vals plat nu. Dirk, de eerste 1000 kilometer zit erop. En dat vier je met een wasbeurt van je kleren? Ja, 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 dat kan het wel. Ik heb 4 fietsbrokken meegenomen. Dus, nee, maar dat spoel ik altijd meteen even uit, want anders dan, gaat het niet lekker. En inderdaad, de eerste 1000 zitten erop, dus op naar de 4000. En je hebt geen personeel om dit voor je te doen? Nee, het personeel die trekt zich terug achter een videocamera. Ja, dat is... Goed, de batterij is leeg. Dat is trouwens een mooie gelegenheid om te stoppen dan maar. Ja. Stop in Commerce. Tijdrit is gereden. Niet als tijdrit, gewoon Kalamaan is namelijk de enige deelnemer. En nu wordt de fiets klaargemaakt om naar de volgende stop te gaan. We zijn in Commerce aangekomen. Baccarat. Dirk heeft de portie spaghetti reeds weer achter de kiezen. Het begint naar mijn waarneming weer wat koeler te worden. Dirk houdt ook zijn zwarte pak aan. En zal zich opwarmen door middel van het fietsen, waarschijnlijk, denk ik. Want, ben ik ook bang voor. Laatste etappe, Dirk, een kilometer of 25 maar, heb ik begrepen. Ja, maar we gaan weer bergop, dus de zware tas gaat eraf. En er gaat wat
Het lichte telefoonzakje op, één bidonnetje en een bidonnetje met plakspul en that's all. En je telefoon toch wel, hoop ik? En mijn telefoon, in het telefoonzakje. In het telefoonzakje. Speciaal daartoe ontworpen. Aangebracht met klittenband. Heel goed. Routebeschrijver meneer en tekstverwerker meneer en maar bezig is om achter de computer te zitten. Neemt Dirk nog even... Mag ik de kaart ook... De kaart door, als het ware. Pardon, filet, is dat het eigenlijk? Achter Dirk hoor ik alweer het geluid van het doortrekken van de wc. Dat betekent dat Kees ook bezig is. Hij is niet zo stijl hoor, gaat reuze mee. Hij heeft een heel mooi ritme nou, hè? Ja. Hoe sterk is hij in zo'n fiets? Nou, behoorlijk sterk dus. Nee. Waar staan we nu? In welke plaats? Saint-sur-Plain. Nou, hier. Oh, mijn computer. Pim Pandour op zijn blauwe fiets. En dan gaat hij in de ochtendzon op naar de volgende 200 kilometer. Dit is de omgeving waar Dirk doorheen fietst. Aan die omgeving ligt het dus niet. Wat is er nu aan de hand? Een nippeltje van de kabel afgetrokken, van de tussenversnelling. Dus ik moet even een nieuw kabeltje erop zetten en... En dan ga je weer. En dan gaat hij weer, gerepareerd. 10 minuten bezig geweest en het nippeltje zit weer aan het dingetje van het poepeltje. Dirk, succes. Dit soort ben ik bang, dus ik kan me maar beter op instellen. Maar ja, je voelt het wel dat het pittig is. Ja, nou ja, daar doe je toch ook voor? Dat hoort erbij inderdaad. Kijk, een liftfiets. Ja, inderdaad. Net verkeerde timing met die auto. Dinsdag 19:40. Nog steeds Dirk op de fiets. Waarom? Omdat hij een paar keer verkeerd gereden is en natuurlijk toch zijn aantal kilometers die hij eigenlijk al wel gemaakt heeft, maar steeds de weg vragen, verkeerd rijden, weer terug. En wij zitten nu te wachten in een klein dorp totdat Dirk daar om de hoek zal verschijnen. Bijna 11 uur. Het is ook vandaag nog woensdag. Dirk maakt zich op voor zijn tocht. Eerste pauze van vandaag. Schitterend blauwe lucht. Mooi, ja, dit krijg je weer een mooi stukje. Dat is ja, het is allemaal mooi, man. En heel weinig verkeer. Dat valt van alles mee. Ja. Bijna 1 uur. En, Wim, de president of de... Hierog, moeilijk hoor. Ja, oh, ja. Dokter, ingenieur, WTTHG en Thijs. Beeld zoals we al zoveel gehad hebben. Hij komt hard aan, hij komt ons voorbij.
Heuvel op, hè? Laten we dat even duidelijk stellen. Het gaat niet zo hard. Misschien dat je kan sms'en. Dat, kan je ook niet gelijk even sms'en even nog? Ja, ik ben bezig met even sms'en. Is dat een van jullie jongens? 2425 7459? Nee, ik ben het niet. Is het niet Motorola? En zo kan je uren discussiëren, delibereren, telefoneren en wat iets meer zijn. Nee, de kok schept op. De kok Kees schept op. Die je ergens in leeg. Ja, dat gaat niet zo snel. Kees, wat schaft de pot? Ik kan me wat voorstellen. Tortellini met viezigheid. Het is donderdag 6:30. Een hele mooie ochtend. Jeetje, een reflecterende strip, Dirk. Gaan we ook aan veiligheid denken? Ja, ik moet toch nog wat jaartjes mee. Nee, in de tunnels is dat inderdaad wel erg lekker. Daar gaat hij weer. Een nieuwe etap. Dirkie. Mooie plaatje. We gaan toch nog even door. Want het is natuurlijk veel te mooi om dat zomaar af te breken. Een sfeerbeeldje van de omgeving hier. Route du Comité. Wachten op Dirk. En Dirk laat zich nog niet zien. Dus nog een kilometer of 5 naar Moed. En dan schat 3 kilometer daarna hebben we rustplaats. En wat was het van, zo heet hij ook alweer? Petit Chaud. Petit Chaud. Klein. Klein warm. Nog een kleine 10 kilometer tot de standplaats. En ook Dirk komt eraan. In dit schilderachtige dorpje, want dat kunnen we toch wel stellen. Donderdag, bijna 6:30. Daar is Dirk. Op het mooie punt. Op naar de Alpen. Alpe d'Huez. Op de finishplaats. Ga jij nou een beetje staan filmen? Ja. Het is helemaal fraai. Ja, vind je? Dan komt de fiets voor de Alpe d'Huez komt naar beneden. Want morgen gaat dat gebeuren. Nou, die fiets is veilig naar beneden. Dirk die staat nog boven. Dat wiel wordt het, Dirk? Het kleinste wieltje. Kleine achterwieltje, precies Frans, jij begrijpt het. Om een lekker licht verzetje en op het gemakje naar boven te trappen, dat is de tactiek. Het gemakje van voren. Ja. Nou, het gaat eigenlijk vanzelf, begrijp ik. En dan moet je verder denken aan allemaal mooie dingen en dan gaat het vanzelf. 7:30, de dag van de Alpe d'Huez en Dirk en Wim zijn samen bezig om het materiaal nog even te testen. Dus die Alp die neem je even vandaag. Die heeft het dus nu al. Hoi. Dirk, op de Alp. Op weg naar Alpe d'Huez. Daar komt Dirk. Wordt gefilmd door het camerateam. In een prachtige omgeving. Maar hij heeft denk ik het weer het goede ritme te pakken. En dat is de omgeving waar wij, ik zal proberen om wat uit te zoomen, ja. Dat is waar we heen gaan. Alpe d'Huez.
Dirk, succes. Omhoog. We weten dat dit niet het meest mooie is van de roeifiets. Maar het gemiddelde zit er toch aardig in. En kijk eens even, nu volgt is Dirk gewoon een onderdeel van het prachtige landschap hier. Daar komt hij weer aan. U hoort hem zuchten. Oh toch, wil je hem nog hebben? Nee hoor, je krijgt ook mijn bandenplakspul, want gezien de hoeveelheid lekker banden heb, bel ik wel eens lekker. Ja. Dit is werken, dit is zweten. We gaan niet hard nu, maar we gaan wel omhoog. Dat is het vervolg, de toekomst die voor hem ligt. Even de inwendige wens sterken. De marsen weer op temperatuur brengen. En wachten of Dirk al om de bocht komt. Terwijl Wim de weg vast koel maakt voor Dirk, komt Dirk daaraan gezwoegd, mag ik wel zeggen. En zijn hoor hoe zijn achterban doorslipt op deze... Al die pk's niet veel weg. Al die pk's niet veel weg. Dat is nu energie weggooien. Maximum speed. We eten koe denk ik, hè, vanavond. Een zwoegende Dirk. Met de roeifiets. De eeuwige sneeuw bereikt. Hoger en hoger. Voorbij de top. Ik hoop niet voorbij zijn top. Zeg Dirk, nu kan je het nog één keer goed zeggen. Is het allemaal waard geweest? Ja, toch wel. Het is toch, moet je zien hoe leuk het is hier. Ja, maar dat hebben wij ook gezien. Ja, nee, ik vind het toch, ik heb er nog steeds lol in. Gek genoeg. Ja, heel gek, ja. Maar nog niet dat je echt kotsend langs de weg hebt gestaan en zo. Nee, dat niet. Nou, 6:30 en Dirk nog steeds aan het fietsen. Eigenlijk vergelijken met stromend water. Daar komt hij aan. Alleen het verschil tussen water en Dirk, dat is dat Dirk de heuvel opgaat. En water pleegt dat in de normale verschijningsvorm heel weinig te doen. Ik beloof u dat dit een hele steile helling is, lichtste verzet. U hoort het aan het toerental van de auto dat hij ook er best moeite mee heeft. En we rijden nu, Wim, wat rijden we? 7 km/u. 7 km/u. 6 af en toe. Ja, ja. 6:30, zaterdag. Wat staat er op het programma? Nog een stukje van die Col de Colonnard, geloof ik. Dat gisteren is blijven liggen en de Alpe d'Huez. En dan daarna nog de tijdrit van Grenoble naar ergens anders, 32 kilometer ook bergop. Dus eigenlijk wel bijzonder zwaar.
gisteren bleek ook dat naarmate het echt steiler wordt, gaat het gewoon zeer rap langzamer met die roeifiets. Ja, en eigenlijk heel logisch, ja, je bent in feite je gewicht aan het optakelen, maar je laat het 30 keer per minuut, laat je het een halve seconde terugvallen. He, dus dat is gewoon een probleem. En naarmate het steiler wordt, neemt dat probleem gigantisch toe. He, tot zolang ik maar niet beneden de 15 km per uur kom of zo, blijft het verschil met de racefiets heel beperkt. He, dat de roeifiets is dan misschien ook iets minder bergop. Maar zodra het nog steiler wordt, dat je langzamer gaat, ja, dan wordt dat verschil steeds gigantisch groter door dat terugvalmoment. En gisteren wisten we dat er even goed ingevreven op de Madeleine begon het al eigenlijk. En dus kortom, ik ben gewoon gigantisch langzaam als het zo stijl is. Dus ik moet vandaag even heel zwaar er tegenaan en hopen dat in de Pyreneeën ook niet veel van die steile stukken zitten. Maar goed, we gaan het zien. Het blijft desondanks dat het langzaam gaat toch leuk om te doen, dat fietsen. Dus we'll see. Bij het geluid van het kabbelende beekje zien we daar de uiterst sportieve Fransozen hun eigen tour. Ook Dirk zit er tussenin. En hier wordt hij bijzonder op de proef gesteld, kunnen we wel stellen. Want de wielrenners op de gewone fiets, die gaan toch wel een stukje harder. Gisteren zei hij nog, ik ben in ieder geval niet door een wielrenner ingehaald. En dat is dus wat nu wel gaat gebeuren. En hij schaamt zich er niet eens voor. Dan wordt het toch wel erg. Dit is niet gering wat hier gebeurt. Maar Dirk slaat zich er doorheen. Ongeveer op de boomgrens zitten we nu. En ik kan best een paar uur 130, 140 draaien. Dat ga ik straks weer doen. Ja, op die wees op. Dus 130, 140 hartslag. En, 130, 135. En dan kom je dat 13% was het laatste stukje. Vertelde een van die Franse fietsers. De begeleidingwagen, de camper, de televisie, de pers. Iedereen is aanwezig. En zelfs de bergister. Toch maar voor de veiligheid een helmpje opgezet. Ja. En dat helmpje, dat knik je wel bij ons weer in de auto als je weer omhoog gaat. Ja. Naar beneden. Daar gaat hij. En daarbij, dan zien we elkaar beneden weer. Dit is dus de afdaling. En om te laten zien wat hier een afdaling heet, dat is dit. Het is natuurlijk wel een prachtige omgeving.